Met al die juicy ontwikkelingen zou je bijna vergeten dat hij in grote musicals heeft gestaan als Wicked en Grease. Ferry Doedens vindt het tijd voor een solovoorstelling en die komt dan ook in oktober. Only Ferry. Ik heb nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Ferry, ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje gespannen was. Ja? Het voelde een beetje als een soort Idols-auditie. Ja. Ja. Maar wij zijn toch niet zo eng als Henk-Jan? Nee, absoluut niet. Nee. Maar het is toch, ik moet zeggen dat ik een klein beetje gespannen was. Gezonde spanning in ieder geval. Weg met de kroegen, weg zijn de katers, onze vlaters. Weg met de morgen en de zorgen, niet te betalen. Een solo-programma. Maar je bevindt je nog midden in je carrière. Meestal artiesten, als ze de leeftijd hebben bereikt om terug te kijken op een carrière gaan ze een soloprogramma doen. Waarom jij zo vroeg? Waarom ik zo vroeg? Nou, er is natuurlijk in de afgelopen 13 jaar wel het een en ander gebeurd. Genoeg om terug te kijken, wil je zeggen. Genoeg om op terug te kijken in ieder geval. Ik ben ook heel erg benieuwd wat de komende 30 jaar me gaat brengen. Ja. Maar dat zal ook wel weer een rollercoaster worden met alleen maar hele leuke dingen natuurlijk. Nee, en ik dacht op een gegeven moment, ik had al zelf nagedacht van misschien is het heel tof om een keer een theatervoorstelling te gaan maken. Een paar andere ex-collega's van mij, die hadden dat ook al wel een keer gedaan. Ja. En toen werd ik eigenlijk benaderd door NDM Theaterproducties. Mm-hmm. En die zegt van Ver, volgens mij heb je alle ingrediënten in huis om dit naar het toneel te vertalen. Zou je dat tof vinden? En ik dacht alleen maar, waarom ook niet? Okay. En we zijn gaan zitten en het was meteen, met het hele team eigenlijk wat hier nu ook is. We hebben een band, we hebben backing vocalisten, ik doe dan de regie. Ik zeg let's do it. Er is heel veel verteld, heel veel geschreven en dit is zijn kans om zijn echte verhaal te vertellen. Ja. Waarom verdient dat aandacht, Niels? Oh, omdat het zoveel is. Het is, het is bijna iemand onrecht aandoen. Want ik bedoel, als je iemand niet... Of je portretteert hem anders in de pers of in de krant of in de media. Woorden worden nog heel snel verdraaid. Dan wordt hij eigenlijk met zijn rug tegen de muur gezet. En dat verdient niemand, vind ik, alleszins. Dus dit is zijn kans om het verhaal te gaan vertellen. Want dit is er gebeurd. Dit is echt even de plooien gladstrijken. Dat verpakt in 15 hele mooie nummers. De wereld heeft mij verliefd verklaard. Van het stadskandeel. Ik ben ontstegen aan het losse oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik ben alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer te achterhalen. Mensen weten natuurlijk al heel veel van mijn situatie de afgelopen, vooral van de afgelopen 6 jaar natuurlijk. Is er natuurlijk wel wat gebeurd. Maar ik zal dieper ingaan op de materie, op de situaties, hoe ik me voelde, maar ook hoe ik me voelde, zeg maar, naar mijn OnlyFans, waarom ik dat gedaan heb, dat heb ik natuurlijk uitgelegd, maar ik ga er gewoon dieper op in, dat ik me ook echt gewoon af en toe niet goed voelde en dagen in bed lag en paniekaanvallen had waar dat vandaan kwam. En, dus eigenlijk dat, dus ik geef me eigenlijk wat meer bloot eigenlijk. Dan dat ik eigenlijk normaal altijd naar de pers doe. En ook natuurlijk omdat er vaak zoveel wordt geschreven. Ook in de media over mij. Wat soms ook helemaal niet klopt. Dus sommige dingen, daar ga ik dan ook weer over vertellen. Je gaat dingen weer leggen. Ik ga zeker dingen weer leggen. Is Ferry makkelijk om mee te onderhandelen en om creatieve keuzes te maken? Ja zeker, zeker. Hij biedt heel veel. Hij geeft heel veel. We hebben net even gerepeteerd. En hij geeft ook echt 100% alles wat hij kan. Alles wat hij op dat moment kan geven, geeft hij. Ook creatief gezien. En dat was ook heel makkelijk eigenlijk dan om in een script samen te stellen. Want het is zoveel. Er is zoveel gebeurd in zijn leven. Dat we heel veel hebben moeten kill your darlings eigenlijk. Dus dat ging heel, heel makkelijk. Heb je ook verrassingen in je verhaal aan ons? Er zitten ook een aantal verrassingen in, zeg maar, die niemand weet eigenlijk. Dus dat komt ook zeker aan bod, ja. Ben je bezig met een charme-offensief? Met een charme-offensief? Nee. Je hebt natuurlijk heel wat shit over je heen gehad. Ja, klopt. Van de publieke opinie, zeg maar. Dat klopt, ja. Nou, het gaat gelukkig nu ook allemaal gewoon goed. En het zit allemaal, ik doe hele leuke dingen, dus ik ben echt wel onwijs blij.
En ik dacht, nou, dan kan deze show... Ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. En ik ga wat dieper in op situaties en hoe ik me voelde. Met familieleden, wat het deed met mijn familieleden. Hoe ik me voelde net na goede tijden, zeg maar. Hoe voelde ik me 5 minuten nadat dat persbericht eruit was gegaan. Zingt twee, voor ons nu, bij wijze van voorproefje, ja. Twee heel gevoelige liedjes. Ja. Ik ken jou ook als heel gevoelig. Ja, dat klopt. Ja. Voel je je niet als een naakte slak straks? Tijdens Wicked en Grease voelde je je omgeven door de kracht van een Chantal en een Willemijn en een Vaillant. Dat sta je nu helemaal alleen, namelijk een band en twee zangeren. Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Maar kan je heel eerlijk vertellen dat ik heb een aantal collega's van me hebben gesproken. Die zijn ver wat onwijs toe dat je dit gaat doen. Ja. En je staat er gewoon in je uppie en doe dat maar even. En ik had van de week toevallig nog met Richard Groenendijk even gezeten. En voor wat tips zei, fair respect dat je dit gaat doen en in zo'n korte periode. Dus alle tijd die ik... Ik heb ook eigenlijk deze hele maand vrijgenomen om me hier volledig in te storten. Ja. En ik ben al aan het leren, zeg maar. Ja, net zoals nu, het kan af en toe heel even fout gaan, maar het is niet erg. Maar dus, ik ben zo benieuwd naar die moed die je toch hebt. Terwijl ik je ken als iemand die toch wel onzeker is. Onzeker in wat voor zin? Nou, van wat vinden de mensen ervan? Hè? Ik heb je meegemaakt bij Stille Mei, bij Wicked. Je staat hier natuurlijk helemaal in je eentje. Dus dan maar ben waar ik natuurlijk... hou je die moed vandaan om het toch te proberen? Ja, gewoon. Ik dacht van, waarom ook niet? Oké. YOLO, ja. Weet je leeft maar één keer. En ik had het ook over 3 jaar kunnen doen, maar dat had ik me denk ik ook net zo gevoeld. En Richard zei van de week nog van ver, elke keer als ik een nieuwe show heb, dan voel ik me ook gewoon heel kwetsbaar, onzeker ook. Want hoe reageren mensen erop? En dit is gewoon mijn verhaal. En je moet ook geen toeters en bellen verwachten en dat er een hele fanfare op komt. Nee, ik heb een waanzinnige band achter me staan. Een waanzinnige backing vocalist, een hele goede regisseur waar ik heel erg blij mee ben. En... ja, we gaan er wel echt iets te gek van maken. Ga dan mee en omarmen, lief. Ga dan mee en omarmen. Even je liedjesrepertoire. Ja. We hoorden een nummer van Bluff. Ja, Bluff, omarmen. Onder andere proost op de verliezers van Claudia de Breij. Van Ramses, zo net. Van Ramses inderdaad. Ramses Shaffi, ik heb geen zonder bagage. I'm a Star van Prince beginnen we mee. Is er een rode draad? Er is een rode draad. Dus je zit in de lijn, inderdaad, in de nummers zit een verhaal. Zeg maar, ik doe niet liedje vertellen, maar ik zal ook soms wat langer vertellen. Ja. En zo om mensen echt mee te nemen, zeg maar, in een kijkje en zeg maar in mijn leven te geven. Dat we nieuwsgierigheid naar juicy feiten of naar je persoonlijkheid? Gewoon naar mijn persoonlijkheid. Ik vraag naar de bekende. Ja. Nee. Gewoon dat ze me persoonlijk iets meer leren kennen. En dat je natuurlijk altijd wel, omdat je natuurlijk voor tv ook werkt, je soms af en toe een lach op moet zetten.
als je buiten op straat loopt, terwijl je af en toe wel eens gewoon een keer ja, je mindere dagen hebt. Omarmen zeven zeden, omarmen, omarmen en breng me nergens heen. Het is natuurlijk zelf de keuze aan de mensen om te komen. En of ze mijn verhaal willen horen. Dus het zou natuurlijk te gek zijn als ze te komen. Ja, vooral voor de band en voor mijn verhaal zou ik zeker altijd een kaartje kopen. Nee. Nou, ja. Wij komen kijken. Helaas niet op de première. Dan zijn wij op vakantie. Heerlijk. Maar we komen daarna. Helemaal goed. Okay. Dankjewel jongens. En bedankt dat jullie er waren. Dankjewel, ja, Ferry. Dankjewel. En zet hem op. Dankjewel. Dankjewel jongens. Hoe recht je staat heeft met zwaarte niks te maken. Hoogstens met de tijd.